Dag jongens en meisjes, oftewel toekomstige eerstejaars van de VIA en TIENA. Ik ben een van de leerlingen LO van het team van LO-leerkrachten hier. En wij gaan jullie een beetje uitleg geven over een van de vijf pijlers van de VIA hier in TIENA. Namelijk, de lat ligt hoog. Je kan dat figuurlijk nemen, oftewel letterlijk. We gaan het niveau in de lessen zo hoog leggen, oftewel de lat hoog leggen, zodat ieder zijn talent voldoende kan ontwikkeld worden in onze lessen. De lat ligt niet alleen hoog bij de verschillende sporten die wij doen, maar ook bij de benamingen die wij geven aan onze sportoefeningen. Wij gaan eventjes samen wat oefeningen doen en jullie moeten antwoorden op de vragen die ik stel. Wat zou de naam zijn van de volgende sportoefening? Denk je jumping jacks? Dan steek je je linkerhand in de lucht. Denk je dat dit burpees waren? Dan steek je je rechterhand in de lucht. Of denk je dat dit pompen was? Dan zet je je vinger op je neus. Doe maar! Dit was inderdaad de jumping jack. Heb je fout geantwoord? Dan is het nu aan jullie. Iedereen die fout was, sta eventjes recht. Doe maar! Sta maar eventjes recht. Oké, okay, super. Wat gaan we nu doen? Wij gaan 15 keer samen de jumping jacks doen. Zijn jullie klaar? Ja? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Goed zo. Dit was uithouden. We gaan eens kijken naar de spierkracht. Hoe noemt deze oefening? Was dit squats? Dan steek je je linkerhand in de lucht. Denk je dat dit sit-ups waren? Dan steek je je rechterhand in de lucht. Denk je dat dit planking was? Dan ga je met je vinger op je neus staan. Deze oefeningen waren inderdaad de squats. Heb je dit juist supergoed gedaan? We laten deze oefening eventjes passeren. We gaan over naar de volgende. Wij hebben al uitdaging gedaan, al kracht. En we gaan nu eventjes onze coördinatie testen. Jullie mogen allemaal eventjes recht gaan staan. Ja, doe maar. Sta maar recht. Oké. Als we klaar staan, luister dan eventjes goed. Wij gaan 30 seconden lang op één been blijven staan. Stel nu dat je toch omvalt, is dat helemaal niet erg, dan mag je gewoon terug inpikken. Goed? Zijn we klaar? Oké, en start! Oké, nog 20 seconden. Goed zo. Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en... Heel goed gedaan. Zijn jullie benieuwd hoe dat nog verder gaat bij de lessen LO in VIA TIENA? En kan je hier eventjes genieten van de volgende filmpjes. It's like old time.